Legends live on. Only man comes to an end. Ja hoor, eindelijk is hij er. Batman Arkham Knight. De game gooit hoge ogen en wordt bij ons becijferd met een schitterende 9,5. Arkham Knight is volgens ontwikkelaar Rocksteady de afsluiting van de Arkham-trilogie. En dat is vreemd, want er zijn al 3 Arkham-games verschenen. Ter voorbereiding op dit laatste deel nemen wij jullie mee vanaf het eerste tot het laatste deel. Het is weer tijd voor een nieuwe GamersNet Retrospective. Wat The Dark Knight is voor de films, is Batman Arkham voor de videogames. In 2009 verscheen de eerste game in de reeks onder de noemer Batman Arkham Asylum. De games lijken in het niets op de films en spelen zich ook absoluut niet af tijdens het begin van Batmans carrière. Hij is al eventjes bezig en is al toe aan zijn tweede Robin, Timmy Drake. En Batgirl is al lang Batgirl niet meer en ondersteunt hem onder de naam Oracle. Joker neemt het volledige Asylum over en dat is het perfecte excuus om een blik dikke supervillains open te trekken. Scarecrow, Riddler, Bane, Killer Croc, Poison Ivy en Zazz zijn slechts een paar van de villains in de game. Maar het is vooral de gameplay en de sfeer die van Arkham Asylum een meesterwerk maken. Heerlijke combat, zelda-achtige puzzels met gadgets en een lekker duister sausje. Ervaringspunten zijn te verdienen en in te wisselen voor vette snufjes en upgrades. Explosieven, hacking tools, batarangs, er was in het eerste deel al heel veel keuze. Wij vonden de game fantastisch en belonen hem met een 9. Do you feel sad? Bruce. Full of rage. Or does that outfit help bury your feelings? Hiding your true self. You become what you've always fought against. 2 jaar later, in 2011, verscheen Batman Arkham City. De gameplay bleef grotendeels ongewijzigd, maar de wereld was veel groter dan de wereld uit Asylum. Na het rare besluit van de gemeente om een stadsdeel om te bouwen als gevangenis, neemt Dr. Hugo Strange het over. En het is een nieuwe game geboren. Nieuwe villains maken hun intrede als Penguin, Two-Face, Mad Hatter, Deadshot, Mr. Freeze en natuurlijk ook de Joker. Ook Catwoman zit in de game en de Kinky Chick is ook nog eens speelbaar. Naast dat je buiten aan de slag mag, zijn nog steeds de binnengebieden zeer belangrijk. Nieuwe gadgets doen een intrede als de Freeze Blast, waarmee je bevroren paden kunt maken in het water, een Disruptor om wapens uit te schakelen en een Mind Detector. Ook zijn de Riddler Challenges toffer dan ooit. Robin doet voor het eerst zijn speelbare intrede in Harley Quinn's Revenge, de later uitgebrachte DLC. En dat is wel de meest epische Robin die we ooit hebben gezien. Wij vonden Arkham City een mooie stap voorwaarts vanaf Asylum. Het gaf ons wat we wilden, maar vooral veel meer met een aantal toffe toevoegingen. Reden genoeg om de game een 9,5 te geven. To save the world. This city has a problem. En dan nu, de vreemde eend in de bijt. Want hoewel studio Rocksteady verder ging met de ontwikkeling van Arkham Knight, ging een andere studio aan de slag met hun eigen Arkham game. Rocksteady heeft dit deel nog nooit genoemd en we vermoeden ook dat ze er niet zo blij mee waren. Desalniettemin verscheen Batman Arkham Origins in 2013, de eerste game van nieuwe studio Warner Brothers Montreal. De naam doet het al vermoeden dat dit het prille begin is van de carrière van Batman en dat klopt ook. De game begint in de voorloper van Arkham Asylum, Blackgate gevangenis, waar gevangenen willen uitbreken. En vergeet niet dat de politie nog geen vrienden is met Batman. En op kerstavond looft de Black Mask een beloning uit van $50 miljoen voor degene die Batman doodt. Reden genoeg om weer een blik supervillains uit de kast te trekken. Jongere versies van Penguin en Killer Croc zijn aanwezig, maar ook villains als Copperhead, Deadshot en Deathstroke. Persoonlijk vonden wij het verhaal om Arkham Origins zeer goed verteld en zeer interessant, maar het is absoluut waar dat de game eigenlijk niets nieuws doet. Er zijn nog steeds Riddler challenges en de gameplay is bijna identiek op een aantal gadgets na. Wij beloonden de game met een 8+. Die gemiste vernieuwing is natuurlijk wel aanwezig in Batman Arkham Knight, mede dankzij de intrede van de Batmobile. Wij gaan dan ook snel weer aan de slag met de game, dus zullen we deze retrospective moeten afsluiten en afkappen. Jongens, tot later!